Nog veel vragen rond ondergrondse wietplantage in Zeist. Een houtenaar ontvoerd door gemaskerde mannen. Goedendag, u kijkt naar U Vandaag op zaterdag 9 maart. In Houten is vannacht een man ontvoerd. De man van 36 werd bij zijn woning aan de Witmos overvallen en meegenomen door 3 gemaskerde mannen. Die stopten hem in een gestolen auto en namen hem mee naar het fort bij Vechten in Bunnik. Daar werd hij achtergelaten. Agenten hebben hem er uiteindelijk gevonden. De gestolen auto werd na een melding teruggevonden in de wijk Lunette in Utrecht. Hij was volledig uitgebrand. In Houten hebben dus 3 mannen bij de overval de auto gestolen en ook het slachtoffer van de overval moest mee. Hij werd uit de auto gezet in Bunnik en de auto werd brandend aangetroffen op de Normandië in Utrecht. De man uit Houten is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe is het toch mogelijk? Een ondergrondse wietkwekerij in de bossen bij Zeist is waarschijnlijk al jarenlang onontdekt gebleven. Gisteren werd het stelsel van gangen opgerold, waarbij een man werd aangehouden. Pikant detail is dat de grond van de provincie Utrecht is. Die kocht het op van particulieren om uiteindelijk het bos van kampeerterrein weer helemaal natuur te maken. Maar bij die aankoop is kennelijk niet onderzocht wat zich allemaal op dit terrein afspeelde. 4 grote verborgen ruimtes onder de grond, meer dan 2000 hennepplantjes met een waarde van ruim 2,5 ton en niemand die het in de gaten had. Hier is de kwekerij opgerold langs een afgelegen weg, midden in het bos, ver van de bewoonde wereld. Opmerkelijk is dat de kwekerij op grond stond van de overheid, zegt deze buurman. Nee, vorig jaar heb ik hem hier aan het hek zo gesproken. Toen zit die opa, zeg ik, ik heb het verkocht. Want hij ging ook een boot kopen, dat was zijn bedoeling. En hij zegt, ik heb verkocht via Rukkenhof, die makelaar, aan de provincie Utrecht. De provincie zou nu dus eigenaar zijn van het bos en dus ook van de wietkwekerij. Nou, dat ligt wat genuanceerder. De provincie heeft het gekocht, niet om zelf eigenaar te worden hiervan, maar om het vervolgens zo snel mogelijk over te dragen aan het Utrechts landschap, zodat het natuur is. Dus juridisch heeft u misschien gelijk, maar ik zou daar een grote nuancering bij willen plaatsen. Gelinde Groeneveld werkt bij de gemeente Zeist. Die helpt de provincie bij het opkopen van de verschillende stukjes bos. Voorheen was dit gebied een recreatieterrein. Maar ruim 30 jaar geleden werd besloten dat het natuurgebied moest worden. Het Zeisterbos wordt een ecologische zone, zonder recreatie dus. 1 ecologische zone loopt over de Leusterheide. En de andere ecologische zone loopt hier. En het is de bedoeling dat dat straks in eigendom is van het Utrechts landschap, die het ook gaat beheren en daarmee weer een natuurgebied wordt. Maar zover is het nog niet, want niet alle eigenaren zijn uitgekocht. Tot die tijd mogen de oude eigenaren nog wel gebruik maken van het terrein. En dat was dus ook het geval bij het stuk grond waar de kwekerij is opgerold. De politie heeft gisteren dus al een verdachte opgepakt, maar het is heel onwaarschijnlijk dat hij dit in zijn eentje gedaan heeft. De politie is nog bezig met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen zeker niet uit. Een bizarre vechtpartij gisteren op de Nachtegaalstraat in Utrecht. 2 concurrerende kartoninzamelaars gaan met elkaar op de vuist als ze elkaar bij een klant tegenkomen. De ruzie lijkt snel gesust, maar laait weer op als een zoon van een van de vechtersbazen zich ermee gaat bemoeien. Marcel kan het nog maar nauwelijks geloven. Zijn vader is gisteren in elkaar geslagen om een paar kilo karton met de waarde van nog geen euro. Het is eigenlijk gewoon centenwerk. Kijk, als je voor centenwerk iemand in elkaar moet slaan en dan nog een oudere man van 66 jaar voor die paar centen, dan ben je gewoon verkeerd bezig, zeg ik maar. Al bijna 35 jaar haalt Marcel met zijn vader oud papier op in de Nachtegaalstraat. Naar eigen zeggen hebben ze daar ook een contract voor getekend. Maar er zijn meer kapers op de kust. Gisteren kwamen de vader van Marcel en de concurrent gelijktijdig bij de klant aan om het papier op te halen. Gevolg? Een ruzie tussen de 2 kartonboeren. Als Marcel hoort dat zijn vader in elkaar geslagen wordt, bedenkt hij zich geen moment en stapt in de auto. Marcel, doe niet, het is politie, niet tegen de politie. Mijn vader heeft gewoon de klant gelaaien. De klant van onszelf, die heeft hij gewoon gelaaien en de andere klant ook gewoon. En dus mijn vader naar de overkant toe gegaan. Dus stond hij gebukt eigenlijk om het restant van het karton op te rapen. Of het oud papier op te rapen. En in de auto gewoon, en toen werd hij gelijk van achteren eigenlijk in zijn nek geschopt. En gelijk door de hele burgemeester Ruigstad heen geschopt eigenlijk. Marcel beschuldigt de concurrent van diefstal en mishandeling. Hij heeft daar inmiddels aangifte van gedaan bij de politie. Natuurlijk hebben we de concurrent ook gebeld, maar die wilde niet reageren.
Een grote brand vanochtend vroeg in Montfoort. Bij het transportbedrijf Jan Snel stond een stapel aluminium en magnesium in brand. De brandweer moest blussen met zand, omdat magnesium blijft branden als er water bij komt. Omwonenden moesten ramen en deuren voor de zekerheid dicht houden, maar uiteindelijk zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De Rabobank trekt zich terug uit de organisatie die de start van de Tour de France naar Utrecht wil halen. De bank wil geen sponsor meer zijn vanwege alle dopingperikelen in de wielersport. Het afhaken van de Rabobank is geen reden voor de gemeente om van koers te veranderen. Voor de Tourstart zouden er voldoende andere grote sponsoren zijn. Utrecht hoopt de Tour in 2015 of 2016 naar de stad te halen. Op de Meidrechtse Dwarsweg in Vinkeveen is vanmiddag een vrachtwagen in een sloot terechtgekomen. De truck reed in de richting van de sportvelden en kwam bij een wegversmalling in de berm terecht. Vervolgens gleed de vrachtwagen de sloot in. De bestuurder is ongedeerd gebleven. In Baarn heeft de Belastingdienst 18 auto's in beslag genomen bij een grote verkeerscontrole. Motoragenten brachten bijna 1000 automobilisten naar de controlepunten, terwijl tegelijkertijd belastingambtenaren op de A1 kentekens stonden te scannen. De politie schreef ruim 20 bekeuringen uit voor mankementen aan de auto's, verkeersovertredingen en het niet kunnen tonen van de autopapieren of het rijbewijs. Sport dan. IJsselmeervogels Spakenburg is gespeeld. Het eindigde daar in 1-0 na een doelpunt van Joey Snijders. Morgen op deze zender een uitgebreide samenvatting. Door naar de Eredivisie. Morgen komt RKC Waalwijk langs in de Galgenwaard bij FC Utrecht. Het gaat goed met FC Utrecht. Utrecht staat zesde, RKC dertiende. En met het net verlengde contract van trainer Jan Wouters kan de club dus rustig toewerken naar die wedstrijd. FC Utrecht traint met een redelijk fitte selectie in aanloop naar de wedstrijd tegen RKC. Tommy Oor ontbreekt uit voorzorg. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen door Bob Schepers. Jens Toornstra is weer terug van een kuitblessure die hem vorige week tegen Vitesse aan de kant hield. Het is de eerste wedstrijd die ik gemist heb door een blessure in mijn carrière. Dus ik hoop ook de laatste eigenlijk. En die andere was een schorsing. Dus wel jammer. Toornstra zag zijn team met 2-0 verliezen van Vitesse, maar heeft er toch wat van opgestoken. Ja, toch wel heel anders om van de tribune te kijken, maar ik vond dat het team wel goed gespeeld heeft. En een beetje pech met de kansen en het moment van scoren van Vitesse. Maar ik denk dat we daarop wel kunnen voortborduren eigenlijk. Dat voortborduren moet dus gebeuren tegen RKC. In de eigen Galgenwaard wacht voor Utrecht de volgende horde richting Europees voetbal. Ja, ik verwacht dat RKC puur op de counter gaat spelen, in zullen zakken. En dat wij in een hele kleine ruimte komen te spelen. En dan zullen we weer oplossingen moeten vinden. Je ziet in de uitwedstrijd dat we wel sterker zijn, maar dat we niet echt gaten weten te vinden om tot kansen en tot scoren te komen. Ja, dat zullen we zondag beter moeten doen. Die uitwedstrijd in Waalwijk. Toornstra speelde toen nog niet voor Utrecht, maar weet wel hoe het ongeveer gegaan is op die 10e van november. Ik hoorde vandaag dat het uit niet zo goed ging. Tenminste, niet zo goed dat ze 4-0 verloren hadden. Dus we moeten wel op onze hoede zijn. Maar ik denk dat als we ons eigen spel spelen, zoals het hele seizoen, dan komt het vast goed. Verwacht je een groot verschil tussen de wedstrijd uit bij RKC en hier in Galgenwaard? Ja, ik verwacht wel dat wij aanvallend iets beter voor de dag zullen komen dan in de uitwedstrijd. Jan Wouters dus. De wedstrijd is morgen om 2:30 in stadion Galgenwaard. Voor wie er niet bij kan zijn, op Radio M Utrecht hoort u zoals altijd een live verslag. Van €5 in de maand kun je niet naar het zwembad, naar de film of bij een sportclub. Laat staan met een heel gezin. Toch is dat wat je nu overhoudt als je met 2 kinderen in de bijstand zit. Het Nibud trekt aan de bel. Een sociaal leven is haast onmogelijk voor deze groep. Carola uit Soest knoopt alle eindjes aan elkaar. Maar iets leuks doen met de kids, dat zit er niet meer in. Als ze dus heel graag met een vriendje willen zwemmen en dat ik zeg dan, joh, ik kan die €5 gewoon nu niet missen. Nee zeggen tegen de activiteiten van haar zoontje moet Carola uit Soest regelmatig. Als bijstandsmoeder met 2 kinderen is ze gewend de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het sociale leven van het gezin leidt hier nu meer onder dan ooit. Je bent gewoon elk dubbeltje, je bent constant 3 keer aan het rekenen. Kan ik het wel kopen, kan ik het niet kopen? Volgens het Instituut voor Budgetvoorlichting is er de afgelopen 5 jaar voor ruim 37.000 gezinnen in de bijstand nog nooit zo weinig ruimte geweest voor sporten, een dagje zwemmen of de dierentuin. In 2008 was dat voor gezinnen met 2 kinderen gemiddeld nog zo'n €121 per maand van het totale budget. Nu is dat gedaald naar slechts €5. We zien nu echt dat dit het laagste
is wat we tot nu toe berekend hebben. De drastische daling komt doordat huishoudens meer kwijt zijn aan vaste lasten. En uitgaven voor bijvoorbeeld kleding, extra ziektekosten en onderhoud. Ook de uitkeringen zijn lager geworden. Hier heb ik een brief over de wijzigingen van de bijstandsnormen per 1 januari 2013. En er staat dan onder andere voor mijn situatie als gezin zijnde dat ik 15 euro minder ga krijgen. Op bezoek gaan of visite ontvangen is voor gezinnen in de bijstand er niet meer bij. En volgens het NIBUD werkt dat juist bij mensen met een uitkering averechts. Meedoen is ontzettend belangrijk om je eigen situatie te verbeteren. De beste manier om uit een bijstandssituatie te komen is natuurlijk het vinden van werk of beter werk. Dat gaat je niet lukken als je niet meer meedoet met de maatschappij. En dat meedoen is juist zo belangrijk. Iets wat Carola en haar kinderen nu missen. Het is meer een soort overleven. Op onze website staan tips voor iedereen die zich in Carola's verhaal herkent. Bikker is gered. De gans uit Bunschoten vroor begin dit jaar vast in het ijs en brak daarbij zijn beide pootjes. Bij de vogelopvang in Soest kreeg hij een prothese aangemeten, jawel. En na maandenlang revalideren mag hij nu uitrusten bij een boeddhistische ganzenopvang in Drenthe. Gans Bikker voelt zich weer als een, nou ja, als een gans in het water. En daarom wil hij er voorlopig niet uit. Hebben jullie ook een schepnet liggen hier of niet? Bikker neemt vandaag zwemlessen, want zwemmen met een prothese is best lastig. Gelukkig houdt moeder de zwaan een oogje in het zeil. Kom eens even bikken, hè? Kom eens even bikken. Ja, ja. Lange tijd zag het er niet goed uit voor de gans. Begin dit jaar vriest Bikker vast in het ijs in Bunschoten. De brandweer redt hem en bij de vogelopvang in Soest meten ze hem een kunstbeen aan. Hey Bikker, kom eens. Hey, Bikker, kom eens. Hey, Bikker, kom. De ongelukkige gans herstelt boven verwachting goed en daarom blijft hem een spuitje bespaard. Dag knappe vogel. Oh ja, wat mooi. Nou goed hoor. Hey. Dag knappe jongen. Bikker verhuist naar een rustige plek in Drenthe. Daar runt Trizienhof een boeddhistische ganzenopvang. Overal in het land haalt hij ganzen op die hun leven niet veilig zijn. Zoals hier bij het zandpad in Utrecht. Zo jongens, lekker naar het ganzenparadijs. Hé? Zo, hoppatee. Vandaag is Trizien in Soest om Bikker naar zijn nieuwe thuis in Drenthe te brengen. Daar hebben we een grote boerderij met 3,5 hectare land. En daar mag Bikker lekker oud worden. En daar hebben we nog meer ganzen van zijn soort. Dus hij zal daar vast en zeker een leuk vriendje of vriendinnetje tegenkomen waarmee hij de rest van zijn leven zou willen leven. In het ganzenparadijs, zoals de opvang heet, kan Bikker helemaal zen zijn met de andere ganzen. Want ganzen afschieten of vergassen vindt Trizien een kwalijke zaak. We ademen allemaal dezelfde lucht in. En of je nou mens bent of dier, waar je vandaan komt, dat is van je moeder. En dat is het belangrijkste om te weten. En we hebben allemaal dezelfde rechten, toch? Na 2 maanden revalidatie vertrekt Bikker nu bij de vogelopvang in Soest. En ze gaan de noeste gans best wel een beetje missen. Ja, nou aan de ene kant is het natuurlijk wel verdrietig, want ja, ik ben natuurlijk heel veel met hem bezig geweest. Soms elke dag dat ik die poot moest controleren, nieuw verband erom. En... Maar het is wel gewoon een leuke afsluiting. Het is echt een verhaal met een happy end. Veel bewogen leven, hè, voor een gans. Inmiddels is Bikker in het ganzenparadijs aangekomen. En dat is dus niet de hemel, maar de naam van het opvangcentrum in Drenthe. Tot slot het weer. Lichte regen vanavond gaat in de loop van de nacht over in natte sneeuw. Morgen op sommige plekken daarvan dus een dun laagje. 'S Middags is het droog bij een temperatuur van 1 graad of 2. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws staat op onze site rtvutrecht.nl. En op de app voor de mobiele telefoon. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.